Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het goed en dat is mooi. Want waarom niet? Allemaal lawaai om het huis. Er zijn van die gemeentewerkers die dan al vanaf 7 uur 's morgens met van die bladblazers heel hard aan het blazen zijn. Ik weet het niet, de moderne tijd heeft hele mooie dingen gebracht, maar de bladblazer is er niet één van. Pak een bezem, laat mensen met rust. Enfin, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken. Ik ben benieuwd. Daar gaat hij. Drinken. En niet zomaar wat drinken, maar drinken uit Italië. Uit de Laars. Uit het land van pasta, pizza en de... hoe heet dat teringding? Toren van Pisa. San Pellegrino. Met smaakjes. San Pellegrino Limonata, wat zoiets betekent als citroen. San Pellegrino Aranciata Rosso, wat betekent sinaasappelsap. En San Pellegrino Clementina, wat mandarijn betekent. Zijn gokjes, mijn Italiaans is niet al te best, alleen ik kijk ook naar de plaatjes. San Pellegrino bubbeltjeswater wordt gezien als chic, tenminste in restaurants waar ik dus wel eens kom. En dan bestel je een flesje wijn nadat je een paar pilsjes hebt gedronken. Denk je hartstikke leuk. Vraagt zo'n meisje, wilt u er water bij? Zeg ik, ja is goed. Ben ik er nog steeds van overtuigd dat ik dan gewoon een kraanwater krijg. En dan komt er altijd een flesje Pellegrino op tafel voor 8,50 €. Die je in de supermarkt voor, pak een beetje tante weet, een eurotje of 1 kan kopen. Maar goed, die mensen moeten ook wat verdienen. Wat opvalt aan de blikjes Pellegrino is dat de Italianen even hun best hebben gedaan. En heb ik het niet alleen maar over design, maar er zit ook een hoesje overheen. Waarom? Ik weet het niet. Ik ga eens kijken. Wat zit eronder? Wat zit er onder het hoesje? Wat heeft ons aan met je hoofd gestuurd? Gewoon een blikje. Dus dat is wel gewoon weer Italiaanse overdaad. Dat is dan wel weer, dan willen ze dan weer net eventjes een beetje de zieke jongen uithangen. Het zijn gewoon blikjes. Nou. Maar we kunnen gaan zeuren over het design. We kunnen gaan zeuren over het, het extra dingetje wat erop ligt. Maar daar gaat het niet om. Want bij de reviews gaat er voornamelijk om de smaak. Laat ons proeven. Laat ons kijken. Simsalabim, 3 glaasjes. We beginnen eens gewoon met de limonata. Dat is gewoon citroen bubbeltjes water. Kijk, dat ziet er ook zo uit als citroen bubbeltjes water. Dan hebben we de Aranciata Rosso. Aranciata Rosso. Is dat dan een bloedsinaasappel? Hij is in ieder geval pittige van kleur. En Clementina. Die ziet er dan weer uit als sinaas. Kijk, ik hoor jullie denken van Jan, zoek het gewoon even op wat erin zit. Dat doe ik wel eens, maar ik betrap me er altijd op dat ik het een beetje flauw vind. Dat je dan op zo'n internetpagina, op zo'n googeltje, dat ik dan Clementina ingedrukt en dan komt er dan mandarijn. En dan denk ik, ja, dat had ik zelf ook wel kunnen weten. En de Aranciata Rossa is in mijn ogen gewoon een sinaasappel. Maar waarom dat dan helemaal rood moet zijn? Is dat rossa? Is dat dan rood? Is dat een rode sinaasappel? Wat wij een bloedsinaasappel noemen. Jozef mag het weten, maar dat doet er toe. We gaan het gewoon even lekker proeven. We beginnen dan bij de Aranciata Rossa. Dat vind ik dan wel leuk. Ik weet niet waarnaar dit moet smaken. Lichte bruis. En het smaakt nou niet 1, 2, 3 naar sinaas, zeg maar. Naar, hoe noem je dat zoiets? Sinaasappelpriklimonade. Het heeft een beetje een vreemde smaak. Hoe smaakt dan die mandarijn? De mandarijn smaakt meer naar sinaasappelpriklimonade. Dan de sinaasappel priklimonade. Ik vind het een beetje een ingewikkeld spul. Goed. Wat is de overeenkomst tussen deze twee? Ze zijn allebei
redelijk bitter. Ze zijn niet heel erg zoet. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar San Pellegrino die wil natuurlijk eventjes iets anders dan de rest. Dat begrijp ik ook wel. Het is een zogenaamd luxe merk. Maar de mandarijnen prikwater is ook niet super zoet. En is eigenlijk best wel lekker. Ik vind de rode sinaasappeltjes prikwater. Die smaak bevalt me niet. Het is een beetje een combinatie tussen een oude handsinaasappel en grapefruit. Snap je? Maar na al het zoete komt het zure, zou de CDA zeggen. Maar... oh, dat vind ik nou heel erg leuk. De San Pellegrino Limone. Oh, limonata. Is ram en ramzuur. Gewoon zoals het moet. Vaak heb je dan dus, zeg maar met van dat citroenprikwater. Dat het dan nog steeds hartstikke zoet is. En deze is gewoon zo zuur. Je hele bek die krimpt ervan in. Zo. Is dat lekker? Ja, ik vind het wel. Ik vind dus dat als jij dus zegt van we maken van citroen een prikwatertje. Dan moet het gewoon zuur zijn. Dat is de bedoeling. Ik zou je wat vertellen. Als het mooi weer wordt. En binnenkort zal het wel weer 2 dagen mooi weer zijn. En zitten we dan gelijk in een enorme klimaatverandering. Drink ik liever deze zure meuk dan deze bittere / zoete meuk. Want zuur op een of andere manier verlicht dat de dorst. Ja, is gewoon zo. Deze is nog lekker ook. De overeenkomst tussen alle deze drie is dat er niet zo verschrikkelijk veel prik in zit. Je hebt ook wel eens van die drankjes, dan neem je een slokje en dan heb je alleen maar dat prik zo tegen je verhemel te klatsen. Zo. Dan denk je, wat zit ik nou eigenlijk te drinken? Is dit nou wel leuk? Dus de prik valt wel mee bij deze San Pellegrino moeilijke smaken. Veel van die dingetjes die ik review, die zelfs een goed cijfer krijgen, denk je, ja, maar ik ga het nooit kopen, die bende. Nou, dat geldt voor deze twee sowieso. En deze ga ik wel kopen. Want hiervan wil ik best wel ijskoud en sixpackje mee als ik naar het strand ga. Als ik weer naar het strand ga. Ik ga eigenlijk nooit echt naar het strand. Weet je wat ze op het strand nogal veel hebben? Zand. Ik vind die zo heel erg lekker tussen mijn voetjes. Tijd voor de cijfertjes. En dat worden pittige, kan ik je vertellen. Of in ieder geval bittere. De San Pellegrino Aranciata Rosso, of Rossa, is gewoon niet lekker. Smaakt gewoon viezig, een beetje bitter. Een beetje dat je denkt, ik zou niet weten wat het is. Ik vind het niks. Ik vind het gewoon... heeft met niks te maken. Deze die krijgt van mij gewoon een 3. Niet lekker. De San Pellegrino Clementina is gewoon smakelijk. Niet verschrikkelijk zoet. Mandarijn met een klein bruisje. Is prima te doen. Ik heb mijn 6. En de absolute winnaar is de Limonata San Pellegrino. Want die vind ik gewoon lekker. Omdat die meer zuur is. Omdat je echt de citroenen die vliegen je tegen je kamer gaan. Heerlijk. Ik denk zelf dat je dit ook als schoonmaakmiddel kan gebruiken. Want het is... hoe? Wat is die zuur, zeg? Ik kan zo bij de PvdA aan de slag. Die krijgt van mij een 8. Ja, echt een 8. Want deze vind ik is echt heel erg lekker. Lekker. Nou, zoals de Italianen altijd zeggen. Ciao bella, ciao bello. Ti amo. En arrivederci.